Ja, jongens. Dit, doe je luister, dat, dit is het derde water dat hij binnen 2 minuten afloopt. Legendarisch. 3 keer een lood op zijn kop gooien. En hij blaert gewoon af. Zo, is groot. Welkom bij een nieuwe editie van de Strategy City Challenge. Na het zeer succesvolle en goed bekeken eerste deel is het nu tijd voor deel 2. Hier hebben we waarschijnlijk lang op gewacht en ruim 100.000 views op de eerste video verder kunnen we ons voorstellen dat jullie wel benieuwd zijn naar een tweede battle tussen Mark en Michiel en de strategy mannen Koen en Pieter. Zoals jullie in de vorige video wel hebben gezien, was er wat consternatie in het kamp van de strategy omtrent de locatie. Ze zit op een parkvijvertje. Bosbaan Kuiper. 8,8 kilo. Heel veel praatjes. Yo. Lekker dit, hè. Goed koos, wie is dat? Hij is gay. Ja, dat zien we zeker. Oh, hij gaat. Hij gaat. Mooi hoor. Vanochtend luid en duidelijk gezegd, nee, we gaan niet naar de bosbaan. Nee, maar dat zijn jullie. We zijn jullie. Het bevissen van de bosbaan werd niet helemaal binnen de spelregels gezien door Koen en Pieter. Dus werd er gezegd, de tweede wedstrijd die moet plaatsvinden op neutraal terrein. Nou, de mannen kozen ervoor om in de omgeving van Vianen te gaan vissen. In Vianen is het hoofdkantoor gelegen van Spro Strategy, dus dat leek een goed beginpunt. Op een mooie septemberdag in 2017 ontmoetten Mark en ik dus de twee mannen van Strategy. En het duurde dan ook niet lang voordat de twee teams de wijde wereld introkken met het doel elkaar verslaan. Veel plezier en geniet van deel 2 van de Strategy City Challenge. Mag ik nog eventjes zeg maar, wat vertellen over deze aanvraag? Nee, eigenlijk niet. Nee, hebben... Het is heel moeilijk. We hebben wat minder regels dan vorige keer. Eigenlijk mag alles gewoon, behalve vis uit vijvers scheppen en dan mee op de foto, wat we eigenlijk dan doen. Maar het wordt sowieso gezellig en fantastisch. We gaan halverwege proberen elkaar nog een momentje te zien. Al is het maar voor de psychologische oorlogsvoering. Dus ik zou zeggen, ja boys, tot... Yes, succes man. Hij is niet goed klaar. Yo. Nou jongens, die links uit mijn kanaal. Daar gaan we in ieder geval zeker niet uitpakken. Veel te moeilijk natuurlijk. Ja, ik weet wel een plekje. Daar heb ik vroeger wel eens gevist. Ik weet niet of er nog vis zit. Maar we gaan het bekijken. Een klein slotgrachtje achter iets. Hier. Oké, we hebben dus bollen van de mannen meegekregen. Maar ik heb ook nog een emmertje uit Frankrijk staan met tijgenoten. Ik weet niet of het op de camera ook geur zit. Ah, het valt nog mee. Nee. Toch? Nee. Dit is nog wat te doen. Ja jongens, compact en mobiel. Alles wat we nodig hebben zit in dit voordraadje en in deze tas. Tenminste onthaak, want het zou op zich een goed idee zijn. Maar laten we eerst maar eens vis vangen. Nou, het is nog een beetje behelpen mannen. Maar net terug voor vakantie. We moeten alles even snel optuigen. We zetten even snel 4 hengeltjes uit. En hopelijk snel actie. Vandaag moeten we winnen. Steentje en even die hengel vast te lokken. Slip dicht. Ja jongens, het hoeft er allemaal niet mooi bij te staan. Het gaat erom dat we zo snel mogelijk beter krijgen. Dus we gaan het zien. Luister! Nee! Oh! Oh, hier zullen Koen en Pieter om lachen. Nou, we hebben even de vlam in de pijp gedaan. Hè. Dus alles zo snel mogelijk neergelegd natuurlijk. Er zit een klein stadswatertje. Wind op de kant, waar we een paar vis zien springen. In principe moet hij gewoon kunnen afgaan. We geven het een uur. En ons plan is eigenlijk zoveel mogelijk van dit type stadswater afvissen. Een beetje hotspots opzoeken, lekker hier windkantje, een paar rietkoppen. Lekker verkassen. Moet gewoon afdenderen. Ah, wat een toffe ellende. Een flopper. Zit vast in een tak. Geef iets druk. Stinks hoor. Oké jongens, we gebruiken de dode momenten tussen het vangen door of tussen het verspelen door. Even natuurlijk om een voorraadje online te knopen. Een stuk of 3-4 voor de komende uurtjes moet genoeg zijn. En we hebben mooi water voor hierna, dus het komt helemaal goed. Nou jongens, dubbele deparo. We zijn lekker bezig man. Heerlijk. Ja, er gaan er nog wel een paar bij komen. Ik denk dat ze een beetje zenuwachtig beginnen te worden. Ik doe even een hofmannetje. Ik heb zo last van die lok. Jij dan kom. Zo last van die lok. Eén had je met chot ingooit. En die andere ga ik gewoon met een bodemaasje. Wel met de bodies die de jongens gegeven hebben. Nou is de kans natuurlijk aanwezig dat ze daarmee geknoeid hebben. Maar
ga uit van het goede van de mens. Die ga ik hiervoor neergooien in het stroming. Draai net al een vis, dus ik ben benieuwd. Ja, dus toch maar even het shotje eraf gaan. Eén hengel shot met een grotere haak. En één hengel gewoon het 14 mm bolletje. Geen pop-upjes, niks. Gewoon attractief, fijn wit aas. Dan moet het goed komen. Ja, het is toch goed dat ik even terug ben gekomen. Mooie vis. De doktersvis. Ja, dat is een teken dat je scherp zit te vissen, hè? Nou, Quint, deze is voor jou, jongen. Ik heb niet zo'n mooie chic als jij. En zo'n zware pet. Maar kijk eens even wat een heerlijke taal. Ja, het is toch wel de derde vis. Van die kant af. Ik heb toch even besloten één engeltje wat meer om de hoek te zetten. Net een frietje zitten eten. Oh. Zware werkdag, dit David. Het is vol te houden zo, hè? Zouden die pilaar niet op mogen gegeten hebben dan? Ik denk een klein courgette soepje. Of een heerlijke schotel met overheerlijke roergebakken paprika's. Want als je de laatste film kijkt, dan denk ik, nou mannen. Het tijd dat jullie eens met ons mee gaan. Lekker barbecueetje. Daar gaat ie. Hoppaatje. Mijn zakgeld ga ik even investeren in brood. We hebben echt geluk. Kijk eens hier. 99 cent. En ze hebben er nog twee. Wit brood. Fantastisch. Oef. Een klein mini kostje nat gemaakt. Deze effectieve vistijd. Oké, prachtig hè. Vis is een blijft leuk. Yes! Die jongens zeiden dat het om aantallen ging, toch? Ja. Hoe zou het met de boys zijn? Nou, mooie vis net voor mij. We hadden even gegeten, hengeltjes erop gegooid. En visje van Kolps hadden we nog even in het net gelaten. Eigenlijk eerst gelijk de hengels er weer op. Want ja, je weet dat het gewoon snel kan gaan. En ja, we hebben echt geen tijd te verliezen met die bloedhonden in onze nek. Nee. Want we vertrouwen ze voor geen meter natuurlijk. Ja, we gunnen ze wel veel. Courgette en zo, maar meer ook niet. Nee, een lekker paprika schoteltje. Kies Pedro. Ja, vissen natuurlijk super efficiënt. Central shocker systeem. Vissen niet te zwaar, 113 gram. Ja, goede puttyholder voor contragewicht. En ja, nieuwe shot in de hoeks. Zal ik jullie even laten zien. Ja, die zijn vrij effectief man. Ja, nog veel gebruiksvriendelijker. Dus ja, we willen toch een beetje blijven vernieuwen. Een beetje kleine aas zoals jullie zien. Een beetje sweetcorn. En hennep. Ja, dan ben je eigenlijk op dit soort wel. Altijd spek open. Vis nummer 2. Ging even snel hierheen om van de nul af te komen. Dat is in ieder geval gelukt. Zonnetje is erbij gekomen. En zomaar eens op naar het volgende water. Kijken wat serieuzes kunnen vangen. Yes, fantastisch. Ja jongens, je weet dat het goud is als je de vissen met één hand kan vasthouden. Ja, we zijn van de nul af. Niet geblenkt. Dus we zijn natuurlijk... Ja, Koen en Pieter zeiden ja, het gaat niet om gewicht, want we zijn eigenlijk te lui om vissen te wegen. Dus we staan nu gewoon op 2. Ja. En we hebben nog een watertje achter de hand. Daar gaan we nu maar eens even naartoe. Ik heb geen idee waar die lui op staan, maar dat betrekt van ons eigen plan. Tuurlijk niet. Nooit onzeker zijn over Koen en Pieter. Maar ik wil wel wat groots vangen nu. Ja jongens. Next level. Maakt allemaal niet uit jongens, vol gas erop, verkeersboetes, alles is geoorloofd om die bloedzuigers aan te pakken. Nog een uurtje de tijd, nog even knallen. Knallen, we gaan er nog voor. We moeten 2-3 vissen hebben nog. Is het een kaper jongens? Of is het een karper is, ja. Bream. Ik denk een bream. Is het een bream? Oh, oh pijnlijk. Gooi hem er snel weer af, jongens. Wat ellende. Oké. Dat krijg je gewoon als je... als je zakbodies op een emmer laat staan. Nou ja. Voor de konijnen. Ik had dit plekje gevoerd onder de boom. En ik ging in de boomklim even kijken. En toen schoof er wrap, zo'n dikke spiegel voorbij op de plek. Dus dat is super vet. Het enige is echt een heel klein plekje obstakels. Dus echt maar met één engel erop vissen. En we moeten heel stil zijn om de vissen daar niet te jagen. Zijn best schuw. Maar als we hier een aanbod kunnen krijgen, dan is het sowieso prachtig vis.
Maar vrienden. Het is toch, wel weer een dag geweest hoor. Intensief. Ik mag zeggen ja, intensief. Succesvol, dat ook. Nee, wij staan nu op het punt van, inpakken op mijn water. Ik zou je wel zo een locatie geven waar wij zitten. Ja. Top. Oké, tot zo. Teleurstelling. 2 tussen hier gevist, niks gevangen. Kan maar 1 ding betekenen, dat is op naar het laatste water. En eigenlijk gaan we dus even Koen en Pieter, ik zou zeggen, terroriseren. Vergezellen, Annex, eventjes de gaten nemen. Ik heb het idee dat zijn bril wat vettig is, want hij ziet het niet meer zo goed. Die beste man. Ja, jongens. Tieske, oh, jongen. Zo snel. Dit is het derde water dat hij binnen 2 minuten afloopt. Klopt. 3 keer een lood op zijn kop gooien. En hij bleert gewoon af. Zo, is groot. Ik moet wel zeggen dat ik dit netje een beetje droog vind. Ja, we hebben 2 net. Oh, je hebt het. Owens. Ja. In de cash, ja. Jullie Pats, zou dit dan de vis zijn die ons de overwinning brengt? Hij gaat gewoon niet een hand geven, deze baas. Dankjewel. Dank voor het meesterlijke schepwerk. Dit is hem dus, de legendarische vis die nog op het last minute momentje even vandoor ging. Terwijl we eigenlijk zeiden, joh, gaan we ergens gezellig friet eten of gaan we nog even vissen? Nou, goed dat we dus nog even gevist hebben. Dus ja, jongens, vertel het maar. Hoeveel hadden jullie er? Ja, we hadden 9 runs, 8 vissen. Echt? Zoveel? Ja. Nou, dan moet ik eerlijk zijn. Dan staan jullie over 2 wedstrijden gezien nog steeds achter. Ja, maar dit keer hebben jullie wel gewonnen. We hadden er maar eentje. Oh nee, 2. 2 nu. Ja, 2. 3 nu. Hey. Ja, dat is goed voor de cijfers. Ja, maar dat is goed, want dan moeten we het nog 1 keer afmaken. Hè? Ja, klopt. De beslissende. Ik heb in ieder geval weer genoten, mannen. Nou, het was gezellig. We gaan deze rakker terugzetten. We danken jullie allemaal voor het kijken. En ja, jongens, een laatste woord is... Tot part 3, zou ik zeggen. Ja, tot deel 3. Ja. Even een live report. Wat er aan de hand is, we hadden de video eigenlijk al afgesloten. De video was eigenlijk al helemaal klaar. En nu komt dit eindschot van deze mannen. Ja. Maar eigenlijk telt het niet meer, hè? Jawel. Als de bosbaan telt, dan telt dit zeker. Wel leuk watertje dit. Zo hakken. Ja. Ja, ben goed stekkie. Nou, lekker weer dan. Anticlimax. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, we hebben de overwinning al. Is gewoon jammer. Los! Dat is erg, hè? Oh, dat is erg. Ja, dat zag je helemaal niet. Hij was zo. Nou, jongens. Ga je losje van brillen? Dit was hem echt. Tot volgend jaar. Yo!